woord ziel in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, hè, is vaak ook een soort, kun je vaak een soort is gelijkteken zetten met jezelf. Hè, ik neem even een voorbeeld, Psalm 16, daar zegt David: u zult mijn ziel in de hel, in het rijk van de dood, niet verlaten. U zult mijn ziel, dat betekent mijzelf, ik, in de hel niet verlaten. Dus ziel is soms bijna hetzelfde als ik, jij, jezelf. En zoals wij het vaak gebruiken, hè, zoals je het ook vaak in preken hoort, hè, bedoelen we met ziel vaak, zeg maar, de onsterfelijke kant van je leven. En zeg maar, je hebt een lichaam. Nou ja, je weet dat lichaam, daar leef je 70 of 80 jaar mee en dan sterf je. En dan weet je, als je begraven wordt, je lichaam vergaat. Maar zeg maar dan, je ziel blijft bestaan. En dan bedoelen we dus met ziel vooral, zeg maar, mijn ik is ook onverwoestbaar. Ook al sterft mijn lichaam, ik blijf toch bestaan. En dat is dan wat we ziel noemen, hè. Bijvoorbeeld in de catechismus kom je dat tegen, zondag 1. Ik ben met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus. Dus mijn lichaam is van de Heer Jezus, maar ook mijn ziel. De sterfelijke kant, maar ook de onsterfelijke kant. En zo gebruiken wij het vaak. En doordat we het soms ook door elkaar gebruiken, kan dat soms wat verwarring geven. Daarom is het goed om daar even op in te gaan. Maar daar zou je een lezing apart over kunnen houden. Over hoe zit dat nou met hart, ziel en geest. Misschien nog een keer leuk voor een... In de buurt wonen, dus waarschijnlijk weten ze u hier wel te vinden nou. En anders komt u vast volgend jaar weer hier, dat is ook leuk. Is er iemand die wil reageren? Aanvullend wil vragen? Ja, u bent echt heel duidelijk, denk ik. Want ze zijn niet bang, daar geloof ik niks van. Of zijn zeeuwen zo schuchter? Ja, is dat zo? Zijn zeeuwen schuchter? Ja, ik kom niet uit Zeeland. Ja, u ook niet, toch? Ik wel. Wel? Ja, natuurlijk. Oh, kijk. Geboren zeeuw. Kijk aan. Ja. Nou, zijn zeeuwen schuchter of... Ja, ik heb een poosje in het midden van het land en in het westen gewoond. Dus misschien dat ik er wat vrijer van ben geworden, maar... Oké, nou goed. Het is een zeeuw, dus je kunt gerust... Maar alles even zeggen. Ja, vindt het niet erg. Dit is wel een hele mooie, maar ook een hele persoonlijke. Dat is 1. Kunt u iets vertellen over de wijze waarop de rijnwording bij u plaatsvond? Was dat meer een proces... of een radicale omkeer? Ja, mooie vraag. Je kunt er natuurlijk wel abstract over spreken, maar... hoe kun je daarover vertellen als je zelf niet weet wat het is? Hoe heeft God mijn hart rein gemaakt? Was dat een proces of was het een radicale omkeer? Nou, dat is allebei. Iedereen die tot geloof komt, of dat heel gelijkmatig gaat of misschien heel heftig... Het is altijd een ommekeer. Het woord wat de Bijbel gebruikt, hè? Bekering, betekent 180 graden omdraaien. Radicale verandering in je denken en leven. Dus of het nou een proces is, of net als Paulus, hè, dat je van je paard valt en van de een op de andere dag. Het is altijd een ommekeer. Maar vaak is het ook een proces. En in mijn leven is dat ook een proces geweest. Weet je, ik zat er pas nog eens over na te denken, van ja, hoe heeft de Heer nou in mijn leven gewerkt? Toen kwam er een beeld bij me naar boven, dat is misschien niet zo'n mooi beeld, maar ik wil het wel eerlijk met jullie delen. Het is het beeld van iemand die in een vijver vol met modder is gevallen. Dus van helemaal van top tot teen onder zit. Zo zag ik mezelf, van top tot teen onder de modder. Maar God trok mij eruit. En hij waste me schoon. Hij spoelde me schoon. En dat is zo onbegrijpelijk. Want iemand die je uit de modder haalt, is vies, is weerzinwekkend. Zo zien wij in onze zon daar ook voor God uit. En dat hij toch ons wil reinigen. Dat zegt iets van zijn grote, onbegrijpelijke genade en barmhartigheid. Ik was een jaar of 17. En God kwam in mijn leven niet voor. Ik heb heel veel gedaan wat hij verboden heeft, niet wil. Ik ging wel naar de kerk, maar bidden deed ik niet. Durfde ik ook niet goed. Vond ik eigenlijk ook schijnheilig, want waarom zou je bidden en God om vergeving vragen? Terwijl je toch gewoon heel graag de dingen wil doen die je doet.
En dus ik had al jaren niet gebeden. En ja, van de een op de andere dag gebeurde iets in mijn leven, waardoor heel indringend de vraag naar mij toe kwam, wat is nou eigenlijk het doel van jouw leven? Ik was 17, ik zat in 5 VWO. Nou weet je, je doet binnenkort examen. Dan kun je gaan studeren. Je kan overal naartoe, je kunt allerlei opleidingen gaan volgen. Je kunt carrière gaan maken. Maar het kwam zo naar me toe. Wat is nou het doel van jouw leven? Dan ga je straks een studie volgen. Dan krijg je misschien een mooie baan. Dan word je misschien gelukkig. En dan, dan ben je straks 70, 80. En that's it. Is dat het leven? Is dat het doel van mijn leven? Het kwam zo leeg op me af. Zo leeg. En dat moment geweest dat ik ben begonnen. Misschien kan ik beter zeggen dat God is begonnen. Maar en dat ik dan ook ben begonnen om God te zoeken. En dat is wel een proces geweest. Hè, waarin God mij steeds meer liet zien wat er niet deugde in mijn leven. Hè, mijn zonde. En dat is wel een heel bijzonder proces. Als de dingen die je vroeger zonder enige schroom deed, waar je geen last van had, wel een last voor je worden. En dat je ziet hoe smerig en erg de zonde is. Hè, dat je een hekel aan de zonde gaat, een hekel aan jezelf ook. Hè. Ik kreeg een hekel aan mezelf vanwege mijn zonde. En ik ging heel goed proberen mijn leven te verbeteren en het anders te doen en een nette jongen te worden en zo. Maar God liet mij daar radicaal mee vastlopen. En toen ben ik meer en meer gaan zien. Jij kunt je leven niet verbeteren. Maar één die jouw leven kan veranderen, en dat ben ik zelf. Dat ben ik zelf. Je hebt een nieuw hart nodig. Je hebt de Heer Jezus nodig. Hè? En dat is, toen ben ik gaan zoeken naar de Heer Jezus. En ook dat heeft een poos geduurd. En misschien heb je dat ook wel nodig, hè, om in te zien waarom je hem nodig hebt. En er is een moment in mijn leven gekomen, een avond, ik zal het ook nooit meer vergeten, het is een avond in augustus geweest, de zomer, dat God mij echt zicht heeft gegeven op de Heer Jezus. Op het offer van de Heer Jezus, op de liefde van de Heer Jezus. Het was alsof er een oceaan van liefde was. God me liet zien, het bloed van Jezus Christus kan jou reinigen van al je zonden. Het was net, jongelui, alsof dat pak, hè, waar ik al die tijd mee liep, maanden mee gelopen heb, alsof dat pak van me afgenomen werd en van me afrolde en wegzonk. Nou ja, verboden te vissen, hè? Dan toch maar. Hè? Het was weg. Het was verdwenen in de genade en de liefde van de Heer Jezus. En ja, dat is een onuitsprekelijke ervaring voor mij geweest. Hè? Dat ik mocht weten van, hij heeft ook mij lief gehad. U hebt ook voor mij uw leven gegeven. U hebt ook mijn zonde gedragen. Ook voor mijn zonde betaald. En nou ja, goed. Er is nog heel veel daarna gebeurd. En dan moet je ook heel veel leren en afleren en bijleren. Maar dat is wel de kern geweest. Toen heb ik echt mogen ervaren dat God mijn zonde voorgoed vergeven heeft. Ja. Mooi. Ik kreeg er net nog even twee in mijn handen gedouwd. Hele mooie vragen. Maar die komen dus niet te beamen. Dus ik ga hem rustig lezen, dan kunnen jullie hem volgen. Hier eentje over hoe dat zit tussen rein zijn, de verhouding tot zonde en wij die de zonde doen in ons lichaam. Johannes 1 vers 3, of 1 Johannes 3 vers 8, daar staat, wie de zonde doet, die is uit de duivel. En in Romeinen 7 vers 20 staat, als ik nu dat doe, wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Moeten we dan de zonde zien als iets wat los van ons eigen lichaam staat, waarin we leven? Omdat zonde, of noemen we rein zijn, dat niet per definitie ja. Betekent van helemaal geen zonde meer doen, maar oprecht zijn. Oprecht, ja. Hoe verhouden zich het verlangen om oprecht te zijn, de zonde die je doet in je lichaam, en toch ook weer van ja, de zonde die, als je de zonde doet, dan ben je uit de duivel, zegt Johannes. En Paulus zegt in de Romeinenbrief, ja, als ik de zonde doe, dan ben ik het eigenlijk niet, maar is het de zonde in mij? Ja. Een beetje verwarrend. Ja. Ja.
Heeft u een verhelderend antwoord? Mag ik even ja, zeker, natuurlijk. Nou, maar even bij de Johannesbrief te beginnen. Als je de Johannesbrief goed leest, dan zie je dat Johannes met twee woorden spreekt. Er staat hier een tekst in 1 Johannes 3, vers 6. Iedereen die in de Heer Jezus blijft, zondigt niet. Dat is radicaal. Johannes, het lijkt hier alsof hij zegt, een christen dus, hè, die in de Heer Jezus blijft, die zondigt niet. Nou, dat kan natuurlijk verwarring oproepen. Want ik heb vanavond gezegd, ik heb net nog gezegd, hè, een christen heeft nog steeds last van de zonde. En Johannes zegt dat ieder die in de Heer Jezus blijft, die zondigt niet. En als je het wel doet, zegt hij, als je wel zondigt, dan ben je uit de duivel. Nou, daarom is het goed, ga nooit op losse teksten af. Ga nooit op losse teksten af. Want dat is heel verwarrend. Want als je naar hoofdstuk 1 terugbladert, hè, in Johannes 1, daar zegt Johannes, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, in Johannes 1 vers 8 is dat, als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus hier zegt hij in hoofdstuk 1, een christen doet wel degelijk zonde en als je zegt dat je geen zonde hebt, dan misleid je jezelf. Dat lijkt natuurlijk in tegenspraak. Hè? In hoofdstuk 3 zegt hij, als je in de Heer Jezus blijft, dan zondig je niet. En in hoofdstuk 1 zegt hij, als we zeggen dat we geen zonde doen, misleiden we onszelf. Wat bedoelt Johannes? Johannes bedoelt, als je in verbondenheid met de Heer Jezus leeft, dan is de kracht van de zonde in je leven gebroken. Dan is de zonde niet meer de koning, de baas in je leven. De zonde heeft het niet meer voor het zeggen in jouw leven. Heel helder. Betekent dat dan dat een christen nooit meer incidenteel zondigt? Nee, dat betekent het niet. Want in hoofdstuk 1 zegt hij, als je zegt dat je nooit zondigt, dan misleid je jezelf. Dus een christen doet wel degelijk zonde. Alleen wie echt uit de Heer Jezus leeft, zal merken dat de zonde jou niet meer structureel in de greep heeft. Dat de zonde niet meer de basis in je leven. In een volgroeid, volwassen christenleven, waarin je in diepe afhankelijkheid van de Heere leeft, waarin het elke dag je gebed is, Heere, vervul mij met uw geest, en wilt u tegen de kracht van mijn zondige vlees strijden in mij, dan mag je ook echt zien dat ja, er allerlei zondige patronen in je leven gebroken worden. Dat betekent niet dat je niet meer zondigt. Hè? Ik denk dat de meest heilige christenen, de mensen die dicht bij God leven, zien ook het best hun eigen zwakheden. En hoe dichter je bij het licht staat, hoe meer je ook de vlekjes ziet. En een buitenstaander ziet ze misschien niet eens. Dat is toch een perfecte, hele, zo godvrezend iemand. Zo toegewijd aan de Heere. Je kunt hem nooit op iets verkeerd vertrappen. Altijd liefdevol. En toch kan zo iemand zelf, die dicht bij de Heere leeft, nog steeds last hebben van dingen die jij misschien niet ziet, maar die je zelf wel ziet. Goed, dat even over Johannes. Romeinen 7, daar lijkt het inderdaad, in Romeinen 7 vers 20, lijkt het alsof Paulus zegt, de zonde, dat ben ik niet die dat doet, maar dat is de zonde die in mij woont. Dus dan lijkt het alsof de zonde een soort aparte kracht is, zeg maar. Ik wil het niet zelf, zegt Paulus, maar het is de zonde die in mij woont. En dat is ook waar. Want Paulus zegt in het hoofdstuk hiervoor, als je het eigendom van de Heer Jezus bent, dan is je oude mens gestorven. Zou je ook een lezing apart over kunnen houden? Dat ga ik vanavond niet doen, maar Paulus zegt in Romeinen 6, je oude mens is voor God gestorven. Dus ik ben een nieuw mens geworden. Ik ben een nieuwe schepping. Als iemand in Christus is, zegt Paulus in de Korinthebrief, dan ben je een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping, dat is de verbondenheid met de Heer Jezus, de Heilige Geest die in je woont. En die kan niet zondigen. Dat is onbestaanbaar. Nieuwe schepping kan niet zondigen. Maar zolang ik hier op aarde ben en mijn lichaam nog meedraag, is de zonde nog wel in mijn lichaam aanwezig.
He, dus mijn diepste ik is al nieuw geworden. Voor God ben ik een nieuw mens, een nieuwe schepping. Maar zolang ik dat oude lichaam nog meedraag hier op aarde, dat gaat pas weg als ik sterf. Als ik sterf en mijn lichaam is weg, dan is ook voorgoed definitief de zonde uit mijn weg. Want in het nieuwe lichaam dat ik straks krijg van God, daarmee kun je niet meer zondigen. Maar dus de nieuwe schepping, de nieuwe mens kan in die zin dus inderdaad niet meer zondigen. En dan is de zonde dus nog een soort restant van het oude leven wat nog in je lichaam zit. En waar je dus ook nog wel last van hebt. Maar die voor God gelukkig niet meer bestaat. Want je oude mens is gestorven. Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Het is wel een lezing apart vragen. Maar ik wil wel eventjes op ingaan. Omdat tenslotte ook een vraag was. Iemand een microfoon? Ik heb er maar eentje. Komt erin aan. Even een toevoeging op uw verhaal. Een misschien verduidelijkend en grappig verhaaltje. Een dominee bij ons zei een keer, een christen, of tenminste, iedereen kan het wel overkomen dat een vogel op zijn of haar hoofd poept. Maar het gebeurt niet bij iedereen dat een vogel een nestje bouwt op zijn hoofd. Ja. En daar moet je dan echt voor kiezen. Dus een christen kan wel in zonde vallen, maar leeft niet meer in zonde. Ja, ja. Dat is een uitspraak van Maarten Luther, hè? Luther zegt, kijk, je kunt er niks aan doen dat er vogels om je hoofd zwerven. Dus dat er zonde en zondige gedachten en zondige verlangens, dat die om je heen draaien, daar kun je niks aan doen. Maar je kunt er wel wat aan doen, zegt hij. Je kunt wel voorkomen dat ze een nest op je hoofd bouwen. Je kunt ze wegjagen. Je kunt niet voorkomen dat ze er om je heen zwerven, maar je kunt wel voorkomen dat ze een nest op je hoofd bouwen. Goed. Mooi, mooi. Dankjewel voor de toevoeging. Mooie aanvulling ook, ja, zeker. Hier nog één iemand, die heeft goed geluisterd, want die haalt twee citaten uit uw lezing aan. Want u zegt in uw lezing, of u zei in uw lezing, als je hart onrein is, dan is hij de meester over je ogen, waar je naar kijkt en wat er binnenkomt. Ja. En u zegt ook, veel verleidingen in onze cultuur komen via de ogen. Oog binnen. Ja. Ja. Als je nu zondigt met je ogen, zegt dat dan iets over je hart? Is het daarmee dan onrein? Als je herhaaldelijk die zonde doet. Wanneer zegt het iets over je hart en wanneer zegt het niks over je hart, maar is het een incidenteel? Nou ja, dat sluit er precies aan met wat zij net zegt. Ik kan niet voorkomen dat ik met zondige gedachten geconfronteerd word. Kan ik niet voorkomen. Zeker niet in de cultuur waarin wij leven. Reclame die binnenkomt. Teksten die je hoort op de radio. Gesprekken die je opvangt. Ik kan niet voorkomen dat ik met de zonde in de aanraking kom. Daar kun je niet voorkomen. Herhaal je vraag maar even. Ik zit helemaal te luisteren. Ik zit in een luisterstand. Dat incidenteel. Ja, dan weet ik het weer. Ja. Kijk, ik hoef alleen maar te stotteren. Ja, daar kun je natuurlijk niet voorkomen. Maar als je merkt dat je voortdurend daarop gericht bent, dan zie je daar dus aan dat jouw hart meester is, de baas is over jouw ogen. Terwijl het juist andersom moet zijn. Als de Heilige Geest in je hart woont, dan is je hart de baas over je ogen. Ik vind het altijd een heel indrukwekkend voorbeeld. Hè? We hebben allemaal te maken met seksuele verleiding. Jongens en meiden. Allemaal. Job zegt ergens in het boek Job. Hè, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Dat ik geen vrouw zal aanzien om haar te begeren. Ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. Met andere woorden. Ik wil niet dat mijn ogen mij tot zonde verleiden. Daar verzet ik me tegen. Daar ben je dus bij. Dan is dus je hart de baas over je ogen, in plaats van andersom dat de ogen de baas zijn over je hart. En dat hoeft natuurlijk, ik bedoel, seksuele verleiding ligt natuurlijk erg voor de hand, omdat dat veel speelt. Maar ik bedoel, het kan natuurlijk net zo goed de reclame voor de nieuwste Samsung zijn, of weet ik wat voor leuke dingen, leuke gadgets je kunt krijgen en waar reclame voor gemaakt wordt. Dat gaat allemaal via je ogen. Dat gaat allemaal via je ogen.
En als je dan aan de ene kant de belijdenis doet dat je voor de Heer Jezus wil gaan, en aan de andere kant merk je dat je het, nou, het bekendste voorbeeld is natuurlijk pornografie, toch weer die rotzooi kijken. Maar terecht dat je ook noemt van, nou, er zijn heel veel andere dingen. Verleiding van, ik wil de nieuwste Samsung Galaxy nog wat hebben, of de Apple, of whatever. 100 manieren waarop je kunt zondigen. Maar hoe ga je er dan mee om? Want ik weet wel van jongeren die aan de ene kant, bijvoorbeeld op een jijdenavond, nou, met of zonder de hand in de lucht, maar echt vol enthousiasme en met een hele hart, als het ware, het lied zingen Glorie aan God, wat we er straks zongen. En bij wijze van spreken, ze komen vanavond thuis, zetten de laptop aan op hun bedje en gaan weer vrolijk rotsen zitten kijken. Dan noem ik toch weer even het voorbeeld van pornografie, maar het kan op alle andere mogelijke manieren. Ja. Dat is super dubbel. Ja. Hoe dan verder? Want dat is niet oké. Hoe dat op te lossen, als het ware? Is zo iemand dan eigenlijk helemaal geen christen? Of... Nou, ik zou er wel een verschil bij willen maken. Het kan zijn dat ik weet van jongeren, en dat is een hele andere discussie, maar ik weet van jongeren die helemaal in de greep van homoseksualiteit gekomen zijn, gingen daten. Ik heb gezien van heel dichtbij hoe God jongeren daaruit vrijmaakte. Echt waar. Echt een radicale omkeer in hun leven kwam. Belijdeniscategorisaties gingen volgen. Maar, en ik had er ook gesprekken mee, mij ook vertelde dat ze incidenteel soms toch momenten zo zwak waren dat ze toch weer via internet contact gingen zoeken. En, maar dan zag ik zoveel pijn. Dan zag ik zoveel gebrokenheid en verdriet. Dat is toch anders. En ik zie nu ook, als ik heb nu concreet iemand voor me, maar naarmate je verder komt, zie je ook dat steeds minder wordt. En dan zie ik van, iemand is hier echt aan het strijden tegen de kracht van de zonde. Dat is een heel verschil met iemand die gemakzuchtig weer wat opzoekt of zo op internet, of weer een contact aangaat. Dat is niet te vergelijken. Wat typeert je leven? Ben je een vis die altijd meestroomt? Of... Nou ja, ik bedoel, kijk, een varken, dat is een bekend voorbeeld, hè? Het verschil tussen een varken en een schaap. Een varken is graag in de modder. Die doet niks liever dan in de modder rondwentelen. Je kunt hem schoonspuiten, maar over een uur gaat hij weer. Dat is zijn aard. Hij zoekt telkens weer de rotzooi op. Kijk, een schaap kan ook in de modder vallen. Maar dat is incidenteel. Dan zal hij zich schoonmaken, zal hij zich wassen. Dat wil hij niet. Dus dat verschil tussen een schaap en een varken. En dat is ook het verschil tussen een christen, iemand die de Heer wil dienen, kan incidenteel in de zonde vallen. Maar dan zegt het doopformulier ook zo mooi, als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen. Of nog in de zonde blijven liggen. Omdat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Ga terug, belijd het opnieuw en vraag de Heer opnieuw om kracht om je tegen die zonde te verzetten. Ben je een schaap van de goede herder? Of ben je een varken? Dat is de vraag. Iemand die er wil reageren? Niet? Dan ga ik u de laatste vraag stellen. En dat is de klassieke jijda-vraag. Wie is de Heer Jezus voor u? U heeft er eigenlijk al wat over gezegd in het getuigenis. Maar misschien dat u een kort antwoord er nog op heeft. Ja. Ik heb net iets verteld hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen. Toen heb ik me leren kennen als verlosser. Als degene die mij verlost heeft van de zonde. Die mij bevrijd heeft van mijn schuld. En dat is hier nog steeds. Dat staat voorop. De laatste jaren, en misschien is dat wel een accentverschil. Dit is wel mooi hier. Deze kerk heet de Levensbron. Is de Heer Jezus ook steeds meer voor mij mijn levensbron geworden. En daarmee bedoel ik, ik kan niet meer zonder hem leven. Het beeld van Johannes 15 kennen jullie allemaal, het beeld van de wijnstok en de rank.
Een rank kan alleen maar leven. Een rank kan alleen maar bloeien. Een rank kan alleen maar groeien. Een rank kan alleen maar vrucht dragen. Zegt Jezus, als die in de wijnstok blijft. Dus het is elke dag mijn gebed. Hè, zoals dat lied zegt. Heere, laat mij in u blijven. Groeien, bloeien. O heiland, die de wijnstok zijt. Ik heb echt mogen leren. En dat is meer iets van de laatste jaren. Hè, wat het betekent om uit de Heer Jezus te leven. Paulus zegt in Galaten 2, hè, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. In de Colossensebrief zegt hij zelfs, hè, Christus die ons leven is. Hij is mijn leven. Mijn basis, de bodem waarop ik sta, waaruit ik leef. Of om even de naam van deze kerk te blijven, de bron waaruit je putten mag. Ik merk heel vaak dat je hart steeds weer dorst krijgt. Heb je dat ook? Je hart heeft steeds weer dorst. Dan komen er allerlei verlangens weer naar boven. En wat we dan van nature geneigd zijn om te doen is... we willen dat verlangen, dat willen we gaan vervullen. Dat willen we gaan verzadigen. Dat willen we gaan bevredigen. Dus we... Ik heb steeds weer de neiging om mijn geluk, om mijn vreugde, om mijn blijdschap in andere dingen te zoeken dan in God. Dat ken je misschien wel. Toch heb ik geleerd dat dat geen begaanbare weg is. Er staat in Jesaja 55, waarom weeg jij geld uit voor wat geen brood is? Waarom betaal je en span je je in voor dingen die je helemaal niet je honger kunnen verzadigen, die je dorst niet kunnen wegnemen? Dat zijn wij steeds mee bezig. We proberen steeds die honger van ons hart te verzadigen. Op allerlei manieren. Maar God heeft me steeds meer laten zien. Er is maar één die de honger en dorst van jouw hart kan verzadigen. En dat is de Heer Jezus. En hij zegt in Johannes 7. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wat ik probeer elke dag te doen nu, is naar de Heer Jezus te gaan. En te zeggen, Heer, mijn hart heeft dorst. En ik weet dat ik geneigd ben om mijn dorst elders te lessen. Maar wilt u mijn dorst lessen? Laat mij drinken van het water des levens. Om niet. En dat doet hij steeds. En dat geeft mijn leven zin, houvast, vreugde en vervulling. Dat is voor mij leven uit hem. En dat wens ik jou ook toe. Zullen we ons willen eindigen? Ja, is goed. Laten we samen danken. Heere God, nu wij gekomen zijn aan het einde van deze avond... willen we nogmaals tot u komen. En wil u heel hartelijk bedanken dat wij hier vanavond in alle rust en vrijheid mochten samen zijn. Na mochten denken over uw woord. Samen mochten zingen. En wij danken u, Heere, uit de grond van ons hart. Dat u ons hart kunt en wilt veranderen. Dat u ons eigenwijze, ongehoorzame, onreine hart... radicaal nieuw wilt maken. En dat u met uw geest in ons leven wil werken. O, wat is dat een bevrijdende boodschap, Heere. U nodigt ons uit, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij toch je hart. Dat vieze hart. Met al die verkeerde gedachten, met al je jaloezie en je hoogmoed. Breng het maar bij mij. Heere, u weet, wij kunnen zo bang zijn om ons hart bij u te brengen. Dat we misschien denken van, Heere, dat kan toch niet, dat past toch niet. Hoe kan ik ooit bij zo'n heilig en volmaakte God komen? Heere, o, laten we dan bemoedigd worden door uw belofte. Door uw nodiging. Geef het maar aan mij. Ik weet er wel raad mee. Ik zal dat stenen hart uit je wegnemen. En ik zal je een vlezen hart geven. Een hart dat mij gehoorzaamt, dat naar mij luistert. Heere, u weet vanavond... wie nog steeds met hun oude hart leven. Die misschien wel aarzelen. Omdat we wel voelen dat het anders moet, maar we weten niet hoe. Of we willen het misschien ook eigenlijk wel niet eens. Het is allemaal zo ingewikkeld. O God, wilt u zo indringend tot ons spreken, dat wij niet meer met ons oude hart kunnen verder leven. Omdat we zien, daar ga ik mee dood. Letterlijk en figuurlijk. Opdat u ons een nieuw hart geeft.
En we bidden u ook, Heere, als we een nieuw hart mogen hebben, als de liefde voor u tot in ons hart is uitgestort. Heere, wilt u ons helpen om toegewijd te zijn aan u, om ons hart rein te bewaren in deze wereld. En ieder die deze hoop heeft, hoorden we vanavond, die reinigt zichzelf. Heer, u weet hoe moeilijk dat vaak is. Dat we tegen de stroom ingaan. Dat we zo waakzaam moeten zijn. En dat zijn we lang niet altijd. Hoe makkelijk laten we ons weer meeslepen met de zonde. En daarom bidden we u, Heere, dat we steeds afhankelijker van u worden, Heer Jezus. En dat u steeds meer en meer ons hart gaat vervullen met uw geest. Zodat wij ook echt kracht krijgen om niet meer in de zonde, maar u in ons en wij in u te mogen leven. Dat we echt kunnen zeggen, Heer, u bent mijn leven. Grond waarop ik sta. U bent de wijnstok. Ik ben een rank. Zonder u kan ik niets doen, maar ik wil het ook niet meer zonder u, Heere. Leef in mij en werk in mij. Door uw woord en door uw geest. Heere, we dragen deze jongeren aan u op. U weet in wat voor ontzettend moeilijke tijd we leven. Maar we weten ook, Heere God, dat u erboven staat. Want ook in 2015 bent u de levende God. En u hebt recht op deze jongeren. En daarom bidden we, Heere, trek ze allemaal tot u. En win ze in voor de Heere Jezus. Opdat ze hun hart aan u mogen geven. En mogen belijden. U kiest mijn hart voor eeuwig zich tot koning. Heere, ga met ons mee als we weer van hier gaan. Breng ons veilig thuis. Geef ons misschien nog goede gesprekken zo meteen. En wilt u ook morgen, als we naar de kerk gaan, als we met uw woord bezig zijn, ons zegenen. Zegen alle dominees, al uw dienaren hier in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland, wereldwijd. Laat uw heerlijke naam verheerlijkt worden. En laat vele zondaren het leven in Christus mogen vinden. En de kracht van uw geest ontvangen om u te dienen, om u te belijden en voor u te leven. Alle dagen van ons leven. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Dank u wel. Zo, excuus. Er komen bloemetjes aan. Die mag u dan aan uw vrouw geven. Maar volgens mij is ze hier, hè? Mijn vrouw is hier, ja. Waar is ze dan? Ja, ik kan niet zo goed. Komt u even ook naar voren. Heel bescheiden achterin waarschijnlijk. Ja. Oh, ik denk dat ik nou geen vriendjes maak dat ik er helemaal hier naar voren laat komen. Nee, hè? Nou, sorry, maar toch fijn dat u er bent. Ja, we gaan nooit meer naar jij daar. Nee. Mag niet meer van mevrouw. Maar als u even naast uw man wil gaan staan, we willen voor hem het lied Psalm 134 u toezingen. Maar dat willen u natuurlijk ook. Maar ik hou even mijn mond, want er moeten nog prachtige dingen over handen worden. Ik wil u nog bedanken, namens heel de zaal, denk ik, voor deze avond. Ook al hadden we het onderwerp niet verwacht. Ik denk wel dat het voor iedereen aansprekend was. Ja, dankjewel. Jullie mogen gaan zitten. Maar ik heb een heel stapeltje al meegekregen hier zo voor het vrijzingen. Jullie denken echt dat we tot in de kleine uurtjes doorgaan volgens mij. Maar goed, dat geeft niet. Dat is in ieder geval super enthousiast. En daar houden we van. Ik wilde met jullie nog
een laatste Bijbelvers delen. En eigenlijk heeft de dominee dat al gedaan. Dat is Johannes 15. Ik zoek hem even gauw op. Ja. Ik wil jullie de eerste vier versen lezen uit Johannes 15. Dat als slottekst jullie meegeven. En de dominee heeft het al aangehaald. Johannes 15 vers 1, luister maar. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan de opdracht die we meenemen naar huis. Blijf in mij, ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Blijf in mij. Goed, even kijken. Oh ja, ik wil je nog meegeven dat de volgende avond, dat is volgens mij meteen de laatste avond van het soort jijdaarseizoen, zeg maar, voor de vakantie. Thema is dan onbesmet en vakantie. Nou, ik ben benieuwd. En dan komt dominee Krijn Hak. Matthijs Reur stond op de lijst, geloof ik, maar die was verhinderd. Maar broeder Krijn Hak komt dan. 6 juni, onbesmet en vakantie. Dus dan mag je hier ook weer komen, uiteraard. Heel graag, neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Even kijken, heb ik nog iets? Nee, dat was hem. Oh. Dat een enorme oproep voor de collecte, maar we weten niet wat jongen. Oh ja, wat dom. Ja, ja. Nou ja, ik weet niet wat de vorige keer was. Dus zeg jij maar of ze goed hun best gedaan hebben. Ja, een beetje. Ja, hebben ze goed hun best gedaan? Heel goed. Nou, het fantastische bedrag is €507,80. En ik hoor dat dat heel goed is. Dus super. Loop ik me hier op dat podium een beetje uit te sloven. En dat heb dan nog zin ook. Oh, moet ik de volgende keer weer. Maar goed, we gaan het laatste lied zingen. Daarna gaan de gasten al een beetje opruimen en zo. Maar je mag blijven staan, want we hebben heel veel liedjes voor het vrijzingen. Gaan we niet allemaal doen, maar wel een paar. Maar het laatste liedje van de officiële gedeelte is In de hemel is de Heer. Dus laten we dat zingen, staande, uit volle borst. En nou, je mag blijven, je mag ook eventjes naar buiten lopen. Wat drinken staat er volgens mij nog. En zo niet, tot 6 juni. Hands and hearts is all.
is voorbij. We gaan opruimen. Ah, we gaan even een paar liedjes zingen. Want er zit ik heb een hele mooie. Laten we deze doen. Hij die de Zoon bevrijdt. Opwekking 448 voor projectie. Wij gaan zingen en die gasten achterin gaan een beetje opruimen en zo. Hier, kijk. Krijg je het al? Ja.